gasten van het Gamekanaal. Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. En vandaag gaan we weer praten over Fiverr. En wat is er nu weer gaande? De hele map is gewoon weg. Dit is een nieuwe map. Nou ja, een soort van. Dit is een standaard Roblox map. En Roblox heeft dus gewoon opnieuw de map dus verwijderd. Dus ze moeten nu opnieuw aan de slag. Over hoe en wat er gaande zal zijn. Kijk, we lopen hier een beetje op een plateauotje. En ja, ik weet niet wat dit allemaal is. Maar het is gewoon zo'n gratis game van Roblox. En die hebben ze er gewoon tijdelijk even ingegooid. Zo van, ja, los het eerst maar op. Hier hebben ze een paar bergen of zo. Maar wat is nou de reden, jongens? We gaan het heel snel checken, jongens. Ik ben heel erg benieuwd. Vergeet niet even te abonneren hieronder, want de subs gaan echt super hard. Laten we richting die 4K abonnees gaan, jongens. En ik hoop dat dit nog een beetje een goede video gaat worden. En dat Fiverr snel weer online komt. We gaan beginnen. Let's go. Oké, ja jongens, wat er dus gaande is, weet ik niet helemaal precies. Er is op dit moment nog geen mededeling. Het is ook dus nog niet bekend dat Fiverr uiteindelijk offline is. Er ging wel, Roblox is bezig met een update, is er geschreven. Tijdens de downtown wordt Roblox bla bla bla. Nou, dat soort dingen. Voor de rest. Even kijken. Updates. Zouden er een paar updates uit zijn? De F91 Competition. Oh, zet mes op kill. Ja, we hebben niet eens een mes. We kunnen niks meer. We hebben geen geld. Alles is weg. Een auto verwijderd. Een auto verwijderd. Brandweersirenes aangepast. Landingsbaan in de stad toegevoegd. Dus dan moeten we binnenkort maar even gaan kijken. Ik wilde eigenlijk weer binnenkort een update video gaan doen. Alleen, ik denk dat dat er op dit moment niet in zit. Ambulancelokkers toegevoegd en de monitors weggehaald bij de ambulance vanwege abuse. Nou, toen is er gerestart en vanaf vandaag hebben we daar niks meer over gehoord. Gisteravond was Fiverr nog gewoon online. Alleen ja, dat is niet meer mogelijk, denk ik. Tenminste, vandaag. Ik dacht, jongens, ik maak gewoon vandaag weer een nieuwe video, dus het is op dit moment 6 uur in de ochtend. Ik denk, ik ga even nog snel een nieuwe video maken. Ik ben net thuis van een aantal dingen. En gewoon een beetje gegamed vannacht. Dus ik denk, nou, nog even snel die video opnemen. Ik was nog echt klaar wakker. En ik kijk en ik zie gewoon content deleted staan. Ik denk, nee, niet weer toch. Profielfoto doet het nog en je kan nog gewoon spelen. Dus ik denk, nou, weet je, we joinen gewoon. Dus ik join en ik zie gewoon in die hele chat gewoon, ja, het is weg, bla bla bla. Nu wordt er ook in de Discord gezegd, ja, de chat gaat zometeen ontploffen. Nou, dat denk ik dus ook. Eens even kijken, wat is er verder nog gezegd? Even kijken of er nog een paar dingen in de Discord zijn besproken. Moet ik eventjes mijn tweede scherm erbij pakken? Nee, voor de rest is er niet. Wanneer is er geschreven? Om 5 uur is er geschreven dat de game inderdaad weer kapot is. Om 3 uur is er nog geschreven dat er iemand werd gespawncuffed, zeg maar. En dat er iemand de hele tijd werd getreiterd. Dus de game is echt pas een uurtje offline in ieder geval, nu ik deze video dan opneem. En waar ligt het aan, jongens? Ja, ik denk toch weer aan de auto's. Er is toen een discussie geweest en ik heb daar toen een video over gemaakt. Ik zal die chats er allebei even bij pakken. De developer van de auto's had mij namelijk gezegd, ja, ze wilden nooit betalen. Ze zijn te gierig om te betalen, bla bla bla. Maar toen kwam dus de eigenaar van de game, die kwam ook nog in mijn game. En ik wil graag twee kanten vertellen, jongens. En dan mogen jullie daar zelf een conclusie uit trekken. Ik weet zelf ook niet wat waar is, laat dat even duidelijk zijn. Even kijken. Je zei in je video dat we niet hadden betaald, wordt er gezegd. Dat klopt niet, hij gaf ze gratis. Dat is in ieder geval de kant van Fiverr, hè, jongens. Laat dat ook duidelijk zijn. Ik weet niet wat er waar is en wat niet. Het enige wat op dit moment blijkt is dat de map weer gewoon offline is. Kunnen we hier trouwens in zwemmen? We hebben wel één gekke zwempool hier zo. We kunnen een badparty met z'n allen houden. Als we met z'n allen de game gaan spelen. Even kijken. Nou, bla bla bla.
toen werd er gezegd dat het blijkbaar niet het account is van de eigenaar van de auto's. Maar ja, de game is om een reden offline gehaald. En ik denk inderdaad dat het echt om de auto's gaat. Dat is gezegd bij de vorige keer. Ondertussen sta ik op een punt van een berg. Is dit de hoogste punt? Volgens mij wel. Even kijken. Vandaag gaan we de nieuwe update van 5R bekijken. Ja, dat was wel het idee. Dat was oprecht het idee. Maar ja, jongens, het is gewoon weer offline. En we hebben nu dit als map. Ik laat het ook gewoon zien. Want het is zo meteen, zodra de eigenaar wakker wordt, wordt de game natuurlijk per direct opgeschort. En dan hebben we geen game meer. Dan kunnen we helemaal 5R weer niet joinen. Ja, het is een beetje jammer dat het zo is. Ja, wat we er verder mee gaan doen, weet ik ook niet. Ik hoop dat de game weer zo snel mogelijk online komt. Jullie gaan nu allemaal vragen stellen van hoe lang gaat dat duren. Ik denk dat het net zoals de vorige keer ongeveer 3 dagjes gaat duren. En ik hoop eigenlijk wat sneller, want dan kunnen we gewoon weer terug waar we waren gebleven. Ja, en voor de rest, ja, wat kan ik hier nog laten zien, jongens? Wat kan ik hier nog over vertellen? De game is gewoon opnieuw offline. Het is een hele vroege video van jullie en ja, ik denk dus echt dat de reden is dat de auto's niet zijn betaald. En ik denk dat ze daar gewoon een, ja, in ieder geval een overeenkomst moeten sluiten met de eigenaar van de auto's. Van oké, luister, de game wordt steeds offline gehaald. Kan er een aantal Robux worden betaald of gaan we op zoek naar een nieuwe autodev? Ik denk dat een nieuwe autodev in dit geval wel handig zou zijn. Dan zijn ze van al het gezeik af. Alleen, punt is, de Roblox community heeft nou niet echt dat je denkt goede autodevs. En degene die de goede autodevs zijn, ja, daarvan hebben ze het nu blijkbaar gekocht of gekregen. Of hoe het verhaal ook zit. Zij zeggen in ieder geval gekregen. Ja, de autodev zelf zegt, ja, ze moeten nog betalen. Dus het is een beetje een lastige kwestie. En als ze niet willen betalen, halen we de game offline. Ja, daar kan ik me ook wel in vinden. Het is een beetje een ingewikkeld ding. Misschien dat het ook wel om scripts gaat om nu, hè, want dat weet ik ook niet. De nieuwe map is natuurlijk net uit en het was gewoon een nieuwe map. Map zag er best wel ziek uit. Alleen ja, het is nu gewoon weer weg. Het is nu weer dit. Het is heel jammer, jongens. Ik hoop in ieder geval dat het heel snel gefixt is. Zodra ik meer updates heb, zal ik gelijk een update video maken. En ja, jongens, laten we hopen dat het snel terugkomt. En dan zeg ik zoals altijd, laters.